Op de vierde bedrijfsveiligheidsbeurs in de Apollohal in Amsterdam nam de voorlichting een belangrijke plaats in. Zwaar tilwerk verrichten met gekromde rug geeft niet voldoende kracht en is bovendien gevaarlijk voor de wervelkolom. Hoe het wel moet, wordt aan de hand van dit model duidelijk. Knieën buigen en rug recht houden. De beurs werd geopend door de staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer Rolvink, die onder andere veel belangstelling toonde voor de nieuwe vlakbankbeveiliging. Deze bestaat uit een stalen klep met een gebogen oploopstuk waar het hout onder wordt geschoven. Zodra het hout de beitelas gepasseerd is, sluit de klep de gevaarlijke zone geheel af. Het hoofd is en blijft een zeer kwetsbare plek. Men heeft thans een apparaat ontwikkeld om helmen op hun deugdelijkheid te beproeven voordat ze worden afgeleverd. En zo te zien kunnen ze nu wel tegen een stootje. Wie hoog boven de grond moet werken, kan zich met deze gordel beveiligen. Op deze beurs is aangetoond dat het bedrijfsleven steeds meer mogelijkheden krijgt om de veiligheid van zijn mensen te vergroten.